Jij mag hier een lint vraagje kiezen en beantwoorden. Wat zou je antwoord zijn als iemand beweert dat misverkiezingen niks is? Nou, ik zou denken... ik zou zeggen dat misverkiezingen niet altijd gaan om het uiterlijk. Het gaat ook echt om het innerlijk. Dat is wat iemand karakteriseert. Dat is ook belangrijk. En dat bijvoorbeeld op deze misverkiezing dat ook zo gebeurt. Het gaat niet alleen om het uiterlijk, ook om het innerlijk. Om hoe lief je bent, hoe sympathiek je bent, hoe behulpzaam. Dat is allemaal heel belangrijk, boven het uiterlijk, vind ik. Ik kan dat doen dan. Dus, wat is voor jou een goede Miss Waasland? Wat ik zie in een persoon die zou winnen in Miss Waasland, die zou het totaalpakketje hebben, zoals ik net al zei. Vriendelijk, behulpzaam, doorzettend. Zeker belangrijk. We hebben bijvoorbeeld ook van dit jaar heel erg moeten doorzetten, want anders zouden we hier niet staan natuurlijk. Er zijn natuurlijk ook nog andere karakteristieken. Vooral dat je... Even denken. Ook rust uitstralen lijkt mij ook belangrijk. Je moet tegen stress kunnen natuurlijk. Vanavond, iedereen heeft stress, maar je mag het niet laten overmeesteren bijvoorbeeld. Rustig zijn is heel belangrijk. En goed kunnen praten. Oké, okay, ja, dat prima. Is het. Oké, okay, applaus. Wat heb je bijgeleerd door je deelname aan Miss Waasland? Ik heb bijgeleerd om beter te praten en om zelfverzekerder te zijn tijdens fotoshoots of bijeenkomsten bij sponsors. Applaus. Want ik haal hier heel de pot leeg. Hè. Wat zou je doen als je deze avond Miss Waasland wordt? Ik zou heel blij zijn. En natuurlijk ook alle anderen bij mij roepen, want we hebben dit gewoon samen gedaan. En voor volgend jaar dan de nieuwe finalisten zo goed mogelijk begeleiden met de ervaringen die ik dit jaar heb opgedaan. Super, ja, applaus. Ja, de maag even. Hè. Niet te moeilijk, hè, alsjeblieft. Wat zou jij nog meer doen voor het goede doel? Oh, okay, om eerlijk te zijn, dat is een moeilijke vraag. Ja, tegenwoordig lijkt me dat er nu aan de hand is met Rusland, Oekraïne, zo die dingen. Ja, vroeger deden ze dat ook. Dus ja, dingen verzamelen en dan naar daar proberen sturen. Maar natuurlijk, het gaat niet altijd helpen, maar alle beetjes helpen, zeg ik altijd. Dus dat zou ik dan wel uiteindelijk doen. Oké. Okay. Applaus. Je hebt er nog maar één, ja. Ja. Oké. Okay. Waarom zou jij Miss Waasland moeten worden? Goh. Ja, natuurlijk zou ik dat dolgraag worden. Allee, gelijk alle vierde meisjes hier achter mij of alleen naast mij. Maar ik gun het natuurlijk iedereen. Ja, ik zeg het daarnet ook. Het zijn even vriendinnen geworden van mij. Maar ik zou ook naar het volgende traject, dus het volgende leerdingen van Miss Waasland, dus het volgende dingen, zou ik wel tonen en de meisjes helpen en zeggen van zo kan het, zo kan het. Maar ik ga er ook voor de 100% steunen. Maar ja, ja, dat was het. Oké, applaus! Spannend. Wat bewonder je het meest aan jezelf?
Dan zou ik toch wel zeggen mijn karakter. Omdat ik wel van mezelf vind dat ik er altijd voor iedereen ben. Ik vind dat ik altijd iedereen ondersteun. En ik ben ook trots op de mensen die ik graag zie. En ik ga dat ook wel altijd laten zien. Ik ben er ook altijd voor andere mensen. En ik vind het dan ook fijn als ze er voor mij ook terug zijn natuurlijk. Dat is een heel mooi antwoord. Volgende vraag. Wat motiveerde jou om deel te nemen aan Miss Waasland? Ik heb altijd motivatie voor dingen waar ik zelf achter sta. Dus toen ik uitgenodigd werd om mee te doen aan Miss Waasland, dacht ik zeker van oké, dit is echt wel een kans die ik met beide handen moet grijpen. En mijn motivatie daarvoor is dan ook een stuk hoger als ik zelf achter mijn eigen beslissingen sta. Ik ben dan ook zeker van mijn eigen beslissingen. Ik ben zeker over mezelf en dan ga ik daar echt wel met beide handen voor. Oké, mooi antwoord. Applaus. We zullen zien, we zullen zien. Stel, je mag iemand anders zijn voor één dag. Wie word je dan? Ik ben een heel grote muziekfan. Dan zou ik toch voor een popster kiezen, denk ik. Zoals Ariana Grande. Gewoon om eens te ervaren hoe zo'n leventje eruit ziet. Lijkt me wel heel fijn om rond te toeren, mensen blij te maken met hun muziek. Wat ook mijn passie is, dus daarom. Oké, ja, leuk antwoord. Dan ook de laatste vraag trekken. Dank u wel. Als je mag kiezen tussen mooi zijn of intelligent, wat zou je dan kiezen en waarom? Goh, ik denk dat die alle twee wel heel belangrijk zijn. Voor mij is innerlijk en uiterlijk minstens alle twee even belangrijk. Ik kijk vooral naar innerlijk eigenlijk. Uiterlijk is heel mooi meegenomen. Het is heel fijn als iemand intelligent is, maar ook als iemand mooi is. Dus ik vind dat daar niet echt een keuze uit te maken valt. Voor mij gaan die twee samen hand in hand. Oké. Okay.